Hey, goedemorgen. Het is mijn laatste volle dag in Hongkong. En het regent echt keihard. Moet je kijken. Kan je dat zien? Ja. Een beetje jammer dus, maar ik ga wel heel veel leuke dingen doen. Ik ga je zo mijn draaiboek laten zien, maar eerst wil ik iets vertellen wat vannacht was gebeurd. Ik draaide me echt letterlijk net om. Ik had de camera uitgezet. Ik wilde in bed duiken. Ik kijk naar de wasmachine en denk... Nee, ik moet nog echt mijn was doen. Ik had echt zoveel vuile was. En ik dacht, ik moet het gewoon vandaag doen. Vannacht. Want anders dan heb ik geen schone kleren. Ik heb nu al bijna geen schone kleren om vandaag aan te trekken. Laat staan als ik morgen naar Thailand ga. Dus ik heb echt om 1 uur 's nachts de wasmachine aangezet, helemaal opgebleven, YouTube filmpjes kijken, terwijl ik eigenlijk net wilde gaan slapen. Maar de was is nu gebeurd, dus ik heb morgen schone kleren. Vandaag is dit mijn draaiboek, dus ik moet zo meteen gaan douchen. Ik loop er een klein beetje achter, maar dat is niet erg. Dit is dus wat ik doe op momenten dat ik of heel veel dingen moet doen, of... Als ik me zeg maar een beetje verloren voel of zo. Kijk, dat je alleen reist betekent ook dat je letterlijk niks en niemand hebt om verantwoording aan af te leggen. En als ik me af en toe verloren voel of als ik efficiënt wil zijn, dan maak ik gewoon draaiboeken voor mijn dagen. Zodat ik 's ochtends al meteen de automatische piloot ga. Zo min mogelijk energie verspil met beslissingen maken. En op die manier een soort van regelmaat toch in mijn dag aanbreng. Dus dat doe ik met een draaiboek eigenlijk. Voor nu staat op de planning zoals je ziet. Douchen, aankleden, ontbijt maken, eten, make-up, haar, mijn lenzen indoen, want dat vergeet ik heel vaak. Een paar mails versturen, een vlog editen en om 1:15 gaan we dan weer de deur uit. Boom, ik loop weer op schema, want het is nu 10:33. Oh yeah, oh wacht. Die mails heb ik natuurlijk nog niet verstuurd, maar dat ga ik nu doen. Sweet! Het is nu 1:30 en ik heb er bewust voor gekozen om nog iets langer door te editen. Dus ik ben 3 kwartier uitgelopen, maar dat geeft helemaal niet. Als je denkt, hoezo per se lunch in Kowloon Subway? Dat ga ik je zo meteen vertellen, want dat is een bucketlist item wat je met mij gaat meemaken. Blijkbaar heb ik ook de joy om een black rainstorm mee te maken in Hongkong. Ik liet je vanochtend al de regen zien, maar er is blijkbaar ook een... weer waarschuwing gegeven dat je absoluut niet naar buiten moet gaan omdat het zo hard regent. Maar het is nu een stuk minder en het lijkt op te klaren. Dus ik ga er gewoon voor, want dit is echt heel belangrijk voor mij dat ik dit doe. Het volgende wat ik ga doen, ik vertel je erover in 3, 2, 1. 6 jaar terug was ik voor het eerst in Hongkong. Ik kwam hier om mijn broertje op te zoeken die hier studeerde. Ik logeerde in de Chongqing Mansions, wat ik jou vertelde echt verschrikkelijk was. En heel vaak wanneer mijn broertje overdag op school was, kwam ik hier om te lunchen met een Subway broodje. Omdat ik geen Chinees restaurant naar binnen durfde. Ik kon de menukaart niet lezen en ik was gewoon bang om dingen te bestellen. Hongkong was mijn eerste kennismaking met Azië. Ik ben nog steeds zo dol verliefd op deze stad. Het is hier fantastisch. God, het programma. Ik wist toen ik terugkwam dat ik zoveel meer van dit continent en van deze stad wilde zien. In 2010 ging de relatie met mijn ex uit, wat betekende dat ik mijn hele toekomst moest herschrijven. Ik dacht namelijk dat ik met hem oud zou worden, we hadden samen plannen gemaakt, we zouden naar het buitenland emigreren voor onze 30ste, maar dat ging natuurlijk niet meer gebeuren. Ik besloot een bucketlist voor mezelf te maken en een van de items op die bucketlist werd... in de haven van Hongkong zitten, lunchen met een Subway broodje en genoeg geld op mijn rekening om 6 maanden in Azië te reizen. Ik had die bucketlist gemaakt, maar had op dat moment andere prioriteiten. Ik begon wel alleen te reizen, maar die grote reis bleef wel constant in mijn hoofd zitten. In 2012 kwam ik voor de 3e keer terug uit Hongkong in Nederland. Het was dat ik werkte, maar anders was ik een week lang niet uit mijn bed gekomen van de heimwee en van de kater die ik had om weer terug in Nederland te komen. Op dat moment besloot ik dat het echt de tijd was om te gaan werken aan die droom, om keihard te gaan sparen. 3 jaar later, ik zit er. I made it. Mijn bucketlist item om in de haven van Hongkong met een Subway broodje te lunchen.
er genoeg geld op mijn rekening om de aankomende 6 maanden in Azië te reizen. Ik heb mijn doel behaald. En het voelt zo goed. En ja, dat betekent ook wat je denkt. Wanneer ik terug ben in Nederland, ga ik gewoon weer op reis. Maar daar gaan we het ook weer een andere keer over hebben. Ik ga nu chill lunchen met mijn Subway broodje. Op de dag dat er een zwart weeralarm is afgegeven, is het rustig in de haven. Heb ik een bankje gevonden met een umbrella erboven. Life is good, man. Oh, als je je afvraagt hoe heb je dat gedaan? Het begint allemaal met de allereerste stap. Schrijf je doel op. Je moet het opschrijven, je moet weten waar je naartoe werkt. Ah, ik heb echt even een is this real life momentje. Ah, het voelt zo goed. Yes. Weet je nog trouwens dat ik jou iets heb beloofd? Dat gaan we vandaag doen. Wait for it, wait for it. Bam, all day, every day. Ik zou zo graag willen dat ik deze papiertjes om zeg maar olie van je gezicht te verwijderen vaak zou gebruiken, want ze zien er echt zo schattig uit. Maar ik gebruik ze helaas nooit. Ik denk dat ik serieus de eerste keer dat ik hier was zo'n boekje heb gekocht en dat ik die nog steeds heb. Ik hoor echt zoveel positieve verhalen over een van deze cleansers van beauty YouTuber Claire Marshall. I love Claire Marshall. Zij is echt een van mijn idolen op YouTube. Wow, moet je kijken. Een slaapmasker. Maar die verhit blijkbaar ook of zo. Volgens mij is het zo'n 2-in-1 slaapmasker. Wat gewoon meteen een masker is voor je ogen. Super vet. De anti-hangwangen. Wat is het? Wrap of zo. Moet je kijken wat ze er ook bij zetten, dat hondje. Sheet mask. Overal. Ik denk dat echt 3/4 van de winkel sheet mask is of zo. Oh, iets wat je ook moet weten. Hier werken ze echt met gigantische verpakkingen. No joke. Check dit. Dit is 1 liter of zo. Ja, 1 liter. Conditioner. The joy. En dat is niet alleen deze. Dat is ook hier. Weer zo'n gigantische fles. Daaronder. Ze houden van gigantische verpakkingen. Oeh, dit zie ik hier ook steeds vaker. Een tweezijdig potlood voor bijvoorbeeld je wenkbrauwen of eyeliner of zo. Dus aan de ene kant een dikkere stift en aan de andere kant voor het precisiewerk. I like it. Wow, kijk wat een prachtige blushers. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo dat het helemaal in elkaar geswirled zit. Heel cool. En de verpakking is ook heel tof. Check dit. Het is heel gek, maar hier heb je heel vaak make-up in van die plastic verpakkingen zonder tester. Kijk, het zit gewoon dicht en er zit ook geen tester bij ofzo. Dus je moet het maar gewoon de gok kopen en hopen dat het goed is. Ik heb wel eens zo'n BB cream gekocht, was prima hoor. Oké, dit is even een momentje hoor. Een paar jaar terug, toen ik hier naartoe ging, had ik helemaal geld gespaard. En een van de dingen die op mijn wishlist stond, was een goede bronzer om te shapen. Ik heb letterlijk alle Zaza's van Hongkong, oké, niet letterlijk. Maar afgelopen, ik heb heel veel gezocht naar een bronzer. En ik kon het nergens vinden, omdat ze hier natuurlijk zo erg van de whitening zijn. Kim K heeft haar werk ook in Azië gedaan. Dit is de eerste bronzer, of shading powder, hoe ze het noemen, die ik in Azië zie. Ja, behalve het shape kitje wat ik natuurlijk ook in Taiwan heb gezien. Maar dit is echt heel uniek. Oh ja, iets wat je heel veel in Azië ziet. Echt, ik zou zeggen 95% van de oogschaduw is shimmer. Je kan hier bijna niks mats vinden. Als je van shimmer houdt, dan moet je naar Azië. Hele rekken vol met nagellak. Het kost allemaal 5 euro per potje. En het is goede kwaliteit. Altijd als ik iets koop, dan is het wel, blijft het wel gewoon goed zitten. Met name dit merk is mijn favoriet, Aresia. Nou, deze kost nog net iets meer dan 1 euro. En ik ben heel erg fan van deze kleine potjes. Want wie maakt er ooit zo'n gigantisch nagellakpotje op?
Niemand. Ooit. En dit is echt top. Oeh, wacht. Misschien heb ik iets gemist in Nederland. Maar check dit. De nagellak van Pupa Snow Queen. Frozen Crystals. Ik weet niet wat het precies is, maar het ziet er wel heel cool uit. Dit heb ik nog niet eerder gezien. Jongens, deze verpakking kan echt niet. Schandalig. Oeh, moet je dit checken. Gel eyeliner in felle kleurtjes. Super cool. Check dit dan. Spang mascara en Spang eyeliner. Vet man, dit merk moet zo ook in Nederland hebben. Spengen mascara. Eigenlijk moet het Nospeng heten. Dat je niet zorgen maakt over of het uitloopt of dat je eyeliner ergens op je kin zit of zo. Vet. Ik loop al sinds Taiwan te kwijlen op deze naam voor een face wash. Perfect Whip. Ik bedoel, hoe aantrekkelijk klinkt dat? Die moet ik gewoon halen. OMG, what is it? Magic Baby! Blijkbaar iets met bijengif of zo. Kijk, het is een serum. Het is een nachtcreme. Het is een maskertje. Cray cray. Interesting. Wie heeft de botox nodig als je bijengif kan gebruiken? Huh, waar zijn deze halve slippers voor? Mysterie. Geen idee. Kijk dan. Voor de mannen, powered water. Geen idee wat het is. Extra kracht voor je training of zo. En anime hair wax. Maar voor de rest, sorry. Die komen er echt hier heel karig vanaf. Ik had zo'n trek in Ebenezer's. Ik heb weer de viscurry besteld. Samosa's. Een sweet lassi. Heb ik gewoon even trek in. Yum. Oh. En je dacht toch niet dat ik niks geshopt had, hè? Ik heb niet voor niks een winactie beloofd. Wauw, ik ben voor de laatste keer in Mongkok weer. Nou, niet voor de laatste keer, maar voor de laatste keer van deze trip. Beetje jammer. Ik had eigenlijk helemaal geen tijd om hier naartoe te gaan. Maar ik dacht, nee, ik kan niet nog een keer naar Mongkok gaan. Dus ik ben er toch nog eventjes om een beetje te shoppen. Als je denkt, maar je hebt toch al geshopt? Nou, één, ik heb een financiële meevaller van de verzekering. En ik heb te horen gekregen dat mijn broertje 12 augustus naar Nederland komt. Dus ik had eventjes iets extra geld te besteden. En natuurlijk had ik alles in het potje kunnen stoppen. Maar Hongkong heeft echt het allerbeste shopplezier van heel Azië. Heb ik nu ook gemerkt. Dus ik dacht, nou, ik ga hier nog even inslaan. Ik had nog geen beautyproducten gekocht en zo. Dus ik dacht, jongens, ik ga lekker weer eventjes op pad. Nu dus weer heel even in Mongkok shoppen. En straks ga ik nog even naar die neppe Shenzhen Mall. Om nog eventjes iets voor mijn nichtjes te halen en zo. Dus ja, vandaar. De laatste stop van vandaag. De neppe Shenzhen Mall. Waar ik nog even wat dingetjes wil halen. Deze zit trouwens bij de halte Kwai Fong. Mocht je dat ook willen bezoeken. Trouwens, een van jullie zei iets wat me aan het denken heeft gezet. Dat ik misschien wel Engelse kijkers heb. Ik dacht eigenlijk altijd dat het Nederlanders in het buitenland waren. Maar bij deze, heel even in het Engels. Hi, if you're watching this and you speak English, could you please leave a comment below? Because to be quite honest, I always thought that it was just Dutchies living abroad who were watching my videos. But I just recently saw one English comment and one of my Dutch viewers said to me, what? But your English viewers, they cannot understand what you're asking, so put a thumbs up. So if you're English speaking, could you please leave a comment below? Or if someone else already left a comment below, hey, I speak English, could you please click a thumbs up for that comment so I know how much of you speak English? I'm very curious. Thank you. Nou hè, ik ben klaar met shoppen voor vandaag en ik lig redelijk op schema met mijn draaiboek. Ik geloof dat ik een kwartiertje of een half uur later ben, maar goed, als je bedenkt dat ik nog een drie kwartier later het huis uitging en in principe niet helemaal heb lopen haasten, dan is het wel oké. Okay. Ik heb nu een date met Stefan. Zeg eens hoi, schat. Niche is weer thuis en hij is een ticket naar Nederland aan het boeken. Woep woep. Jee, en ik ga deze zooi opruimen. Ik haat afwassen, hoor je dat, Niche? Ik haat afwassen.
Maar uit dank dat ik hier mocht logeren, ga ik het toch maar doen. En ik ga even de badkamer schoonmaken zometeen. Yes, het is gebeurd. Ook al haat ik afwassen en schoonmaken, het geeft toch altijd wel zo'n voldaan gevoel achteraf. In de badkamer. Jullie zien natuurlijk niet heel veel verschil, maar het ruikt wel weer lekker fris. En de douche en zo. Nu nog snel even deze zooi dekkelen. Ik ga je niet laten zien wat het is, want het is een cadeautje voor je baby. Nou, het is een soort van gesorteerd. Dat alles gaat mee, ga ik morgen inpakken. Dat blijft allemaal hier. Nee, je mag niet zien. Dat gaat Niesje en Augustus meenemen. Dat zijn souvenirtjes die mee moeten. Ik ga nog even een draaiboek maken voor morgenochtend. En dan is het tijd om lekker te gaan slapen. Morgen naar Thailand. Ah, so exciting. Leuk dat je erbij bent. Als je nu zoiets hebt van, ik wil nu meer travelpost zien. Dan kan je hierop klikken. En dan krijg je meteen een oude aflevering. En de lijst met alle travelpost. En mocht je zoiets hebben van, oh my god, ik mag de Thailand volgens echt niet missen. Klik dan hier om je te abonneren, want dan krijg je die updates automatisch binnen. En dan gaan we samen op reis. Als je al wel geabonneerd bent, dude, you rock. Ik zie je morgen weer. Slaap lekker.